Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Half-Life. We zijn vorige keer hier gebleven, dat is al echt al een hele poos geleden. Maar je kunt de vorige aflevering al te kijken. Ah, oké, ik dacht zo, er zal gewoon iets episch zijn achter die deur, is er gewoon nog een andere deur erachter. Ja, kan gebeuren, boeien. Oké. Ah, fuck off. Helpless detected, ja. Alsjeblieft. Oké, het gaat niet zo lekker. Ik heb maar één held. Ik heb één held. En... hoeveel geluk had ik? Oké, het was geen geluk. Dat waren gewoon skills. Oké, let's go. Dus heel kort pieken. Hoe moet ik dit gaan doen? Zo. What the fuck? Waarom werkt hij niet? Ik hoor wel al. Kan ik hier. Oh, wauw. Half-Life Hex met Wouter. Voilà, dat gaat het makkelijkste. Gewoon heel de boel opladen. Ah, held. Oké. Dankjewel, dat kan ik gebruiken. Ah, gewoon eens goed Half-Life VL, deze doet deugd. Ik ga gewoon eens verder naar hier zien en... Kijk, kijk. Ah, oké, ik heb mijn ammo is vol. Ah, ik kan die slangetje. Was dat een goed plan? Oh, what the fuck? Ah, ik heb gewoon net een raket gelanceerd. Oké. What the fuck? Oh, oh. Oké, dat was een raket. I guess. Wacht, nu besef ik mij dat ik terug hierdoor moet. God damn it. Oh, dan moet ik terug vanaf hier weer naar mijn eentje. Dat beeld is zo triggered. Oké, Half-Life is triggered. What the fuck? Ah, de raket is al niet meer te zien. Er is wel rockmuziek op de achtergrond, maar... Kan ik hierin ofzo? Ik heb een raket gelaunched, maar er is niks gebeurd. Ja, dan ga ik maar terug naar hier ofzo, I don't know. Kon ik daar er al in ervoor? Ja, die fucking vieze sniper, I know. Hey, dit is nieuw, denk ik. Ik denk dat dit nieuw is. Dit is serieus wel nieuw, maar ik denk dat ik voor no reason gewoon een raket heb afgevuurd. Oké, dan. Leuke sidequest, I guess. Maar deze metro ziet er nog vies cool uit ook. Het is een nieuwe metro, oké. Gevangen genomen. Ik help, hè. Oh. Maar ik schoot mis. Oké, dat was een metro. Wel, daar escalated quickly. En nu komt er weer vage rockmuziek. Dat is niet echt rockmuziek, maar je weet wat ik bedoel. Laten we zeggen dat de muziek nou al vaag blijft. Hier, fuck jouw doos. Ah, what the fuck. Nog een doos. Dat is voor mijn armor en hier nog wel voor mijn held. Half-Life is soms echt zo'n vaag spel. Ik wil niet in het water. Ah, dankjewel. Ah, te laat. Ik moet wel in het water. Moet ik hierin of zo? Ah, even lucht. Nou, waar ga ik helemaal? En dat speelt met zijn rockmuziek. Jesus Christ. Ah. Ah, wauw. Ja, dat wordt hem niet. Denk ik dat ik een andere weg ga moeten zoeken. En de rockmuziek was gedaan. Ah, hier komen allemaal wormpjes vandaan, dus wie weet is het al juist. Hé, hey, hier ben ik niet geweest. What the fuck is dat? Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat dat was, maar dat zag er niet zo gezond uit.
Oké, even terug lucht nemen. Ik vond de rockmuziek toch niet zo slecht. Help mij toch maar. Wow, die zag ik er net niet eens. What the fuck? Hallo. Hey, wat is er aan de andere kant? Is het de bedoeling dat ik hier kom of niet? Oh, weer wormpjes. Laden. Er komt laden op beeld, dat is meestal goed. Nog meer wormpjes, doei. Dat was om te ademen. Ik kan het ook nog eens gebruiken ook. Zwem sneller. Waarom zwemt hij ineens zo traag? Waarom staat hier zelfs alles onder water? Dat vraag ik mij ook eigenlijk wel uit. Oppervlakte, nice. Wacht, plicht roept. Ja! Ja! Oké, mijn mama riep mij. Oh gosh, wat is dat? Er werd een professor op hier. Auw. Ja, ik schiet die dingen wel kapot, bedoel. Geen idee wat dat was, maar dat zag er niet zo gezond uit. Ah, hey! They said it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast never swam in terrestrial waters until a week ago. Ooh. There's a tranquilizer gun in the shark cage, but yeah. I'm not sure it would work on this species. You're welcome to try. Oké, dus in die kooi die er boven hangde, zou iets zitten dat tegen... dat je ermee zou kunnen neerschieten, dus ik zal het zo eens laten zien. Kijk, ik heb nu dit. Precies Mario met mijn... What the fuck is dat? Ik heb het gevoel dat hij naar mij gaat springen. Ik wil niet missen, dus... Oké. Oh. Oh. Ik heb het dood. Oh my god. Oh. Maak erop alsjeblieft. Dankjewel. Oeh. Dat ging makkelijker als gedacht. Oké, wat is hier? Een trap naar boven. En waar gaat de trap? Ik denk wel niet dat hier legermannetjes zitten. Denk ik. Maar wel veel van die dingen. Oh. Dus wel veel aliens, dat wel. Ik vertrouw niet het water, dus ik ga niet in het... Oh my god. Ga er eens terug op. Oh. You son of a bitch. Oh. Auw. Oh, hoe fucking dom ben ik. Hier. Oh, hier zijn die kutvisjes. Ah, ik kan naar hier. Geen idee naar waar dat gaat, maar... Ah, dat gaat dus naar hier. Oh. Ga erop. Wat dacht jij? Wat dacht je? Wallah. Hier. Oeh. Dit is wel nice. Wat moet ik hier doen? De ammo begint wel te minderen voor deze wapen. Oké. Zo, denk ik. En ja. Ah, wacht. Oh, dat was even verspilling. Whoops. Oké, het gaat gewoon niet. Dat was dom. Ah, maar we hebben hier. You son of a fucking bitch. En een ladingsscherm, oh my god. Hier. Het begint echt gewoon zoiets basic te worden.
Oh. Voilà. Dat doe ik altijd als het een beetje moeilijker wordt. Ja, toen was dit wel kapot, dus. Ah, thanks. Gordon Freeman, it is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so is the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, and you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me so far. Okay. Dan. Ik ga het afsluiten voor deze keer, want ik moet de boodschap uitpakken. Dus vond deze weer leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer verder met Half-Life. En ik zeg, ciao.